Goedemorgen allemaal. Volgens mij wel de Nederlanders hier. Sowieso ga ik het even in het Nederlands doen. Een beetje een laatste momentactie voorbij geweest. En weinig tijd gehad om een presentatie uitgebreid voor te bereiden. Dus ik met uw welnemen. Ik weet niet of de Engels sprekend in de zaal zijn. Nee? Mooi. Dat komt goed uit. Dat is toch geregeld. Hallo, ik ben Dustin Snijders. Ik werk voor KPN ICT Consulting. En dat doe ik al een heleboel jaar. Hartstikke leuke baan daar. En ik kan alle kanten op met allerlei zijstapjes. Af en toe een beetje hobby en werk wat lekker door elkaar heen loopt. In dit geval eigenlijk ook stiekem wel weer een beetje. Telecommunicatie is natuurlijk toch echt wel een beetje een core van KPN. Het enige wat ik wel kan vertellen is dat wij sinds een week nu weten dat definitief is dat we zijn overgenomen door ons onderdeel KPN ICT Consulting. Overgenomen door CGK. Een andere partij, daar starten we in. De geruchten gaan dat daar een poot gezet gaat worden per 1 april. En dan gaan we langzaam beginnen met het overgaan naar een nieuwe organisatie toe. Vind ik zelf eigenlijk wel best wel jammer, omdat ik een beetje die relatie met Telecom daarmee verlies. Maar ja, goed, aan de andere kant, die relaties die blijven ook wel weer bewaard. Goed, dat gezegd hebbende. Om toch gewoon wel lekker bezig te zijn met telecommunicatie, heb ik natuurlijk een hobby, bezend amateur. En vanuit die gedachte hadden we zoiets van, het is misschien wel leuk om tijdens het event hier wat dingetjes te laten zien. Dat is ook het praatje wat ik hou. Even puur een referentie naar wat zijn we aan de overkant aan het doen in de hackerspace. En wat doen we in de hackerspace? Nou, we hebben een drietal onderwerpen. Ik heb met Arjan, die zit daar op het hoekje, daarin meegenomen. Een drietal onderwerpen. We doen iets met FT8, daar kom ik zo meteen op terug. Hè. Dat is het versturen van pakketjes via de korte golf. Leuk is dat dat wereldwijd kan. En waarom kan dat wereldwijd? Omdat de korte golf veel verder draagt dan hogere frequenties. En het voordeel daarvan nut je volledig uit op het moment dat je je pakketjes klein houdt en dat je allerlei foutcorrecties kan toepassen. Roep iets over digitale televisie. Want wat is er aan de hand? Ik heb een uplink, ben ik nog aan het uitrichten, maar als het goed is krijgen we die zo meteen wel werkend. We hebben een amateur televisiesatelliet, daar kom ik zo meteen nog even op terug, die ik ga gebruiken. En ik vertel heel kort even iets over Motorola bij Base Station, want ik heb neergezet van Tetra-oplossing. Het is dezelfde oplossing die KPN gebruikte bij het C2000-netwerk. En daar staat een relaisstation met een aantal portofoons, gewoon om mee zelf eens een keer mee te kunnen spelen en te kunnen kijken. Gisteravond heeft, weet ik weer van Den Haag, weet jij wel, hoi. Nee. Ja, is ook zo. Nou, hij hele enthousiast. Hele enthousiaste. Hij zit niet in de zaal. Nee. Maar goed, die heeft al lekker zitten kijken met Software Defined Radio. Ik heb ook wat Software Defined Radio stickjes meegenomen. Kan je zelf ook een beetje naar het protocol kijken en hoe dat eruit ziet en hoe dat zich gedraagt. En ook wat laptops bij hem als je daar omhoog zit. Nou, dat dus. Nou goed, FT8. Ik gaf het net al aan, hè. Kleine pakketjes, kleine setjes data. Hoe ziet dat er nou uit? En belangrijker, hoe klinkt dat nou? Dan moet ik even kijken of dit gaat lukken. Als je naar de band luistert, naar de frequentiespectrum luistert, dan hoor je alleen maar dit. En als je goed luistert, zijn het allemaal verschillende toontjes, verschillende toonhoogten. Bij iedere toonhoogte hoort eigenlijk een stroom van data, een stroompje van data. Kleine pakketjes, kleine hoeveelheid informatie. Nou, het leuke daarvan is dat dit. Als je naar dat spectrum kijkt ook, dan zie je het erboven staan. Dan zie je dus de variatie in de dichtheid van de pixels. Naarmate de pixels dichter zijn, dan is de ontvangst ook beter. Maar dat varieert dus ook. Zeker als je op de korte golf luistert, heb je te maken met atmosferische veranderingen. En dan zie je dat dus opkomen, neergaan. Maar het grappige is dat het protocol zo geschreven is, dat je daar eigenlijk steeds minder last van hebt. Eigenlijk heel erg weinig last van hebt. Even kijken, dan moet ik hem denk ik even stoppen, anders blijft hij spelen. Denk ik. Nee, dan begint hij gewoon opnieuw. Daar hoort tooling bij. En wat voor tooling is daar nou voor beschikbaar? Wat kan je daar nou mee wat kan je nou doen? Hè? Die stroompjes die je ziet, die worden uit elkaar gepulkt door een tool. Die tool die is geschreven door een Amerikaan. Die is al jaren daarmee bezig. Dat werkt, die zijn al een heleboel releases opgekomen. Het werkt eigenlijk heel erg goed. Die bemonstert eigenlijk dat spectrum wat hij binnenhaalt, dat audiospectrum wat hij binnenhaalt. En vervolgens filtert hij daar met een heel smal digitaal filters, filtert hij die stroompjes informatie er weer uit. Gewoon dat het setjes informatie zijn waar weer wat mee kan. Aan de linkerkant zie je een lijstje met call signs.
En daarachter een getalletje. Bij de bovenste bijvoorbeeld staat er PA0OVK3MEG. Ik heb dit even gepikt van iemand, een overzichtje. Nou, die VK3MEG, dat is een Canadees. Die heeft een verbinding met een Nederlander. PA0 is een Nederlander. En die Canadees vertelt van, joh, ik ontvang jou op dit moment met een sterkte van min 13 dBm. En dat is heel goed, dat is een goed signaal. Je kan terug tot ongeveer min 30 dBm. Dus dat is een heel zwak signaaltje, dat is echt alleen maar een paar pixeltjes. En dan vervolgens koppelt hij dan daarna nog terug dat hij waarschijnlijk ontvangt dat station waar deze slide vandaan komt, waar dit fotootje vandaan komt, ontvangt het tegenstation niet. Nee, dit is gewoon free in air aanwezig. Je kan de conversaties tussen de mensen ook gewoon zien. Het is geen afgesloten geheel. Maar het tegenstation zie je dus niet. Dus waarschijnlijk zit er tussen die eerste en die tweede regel een terugkoppeling van VK3MEG. Van joh, ik heb jou zo ontvangen. En dan staat er dus VK3MEG, spatie PA0O. En dan bijvoorbeeld min 10 of zo. En daarna bevestigt het andere station. Joh, ik heb dat ontvangen. En na die bevestiging heb je eigenlijk een voltooide verbinding. En heb je eigenlijk een verbinding gemaakt met Canada. Met waarschijnlijk een heel laag vermogen. Op een hele makkelijke manier. Via zo'n console. Je moet het leuk vinden. Het moet je aantrekken. Maar het is op zich een leuke bezigheid. Die opstelling hebben we staan. Op twee frequenties straks. Daar kan je lekker even mee spelen. Kan je even naar kijken. We hebben specifiek een call aangevraagd voor dit event. PA0HACK. En daar draaien we onder. Dus dat is één. Nou, dan waarom FT8? Nou, er is een hele diversiteit eigenlijk aan allerlei verschillende manieren van digitale communicatie via radio. Dit is een lijstje wat zo redelijk compleet, denk ik, wat er momenteel allemaal is. Iedere vorm heeft zijn eigen specifieke karakteristieken. Maar je moet daar een keuze in maken. En het is gewoon nu blijkt dus dat FT8 toch wel heel erg goed functioneert. En dat zie je ook aan alle zendamateurs die daar nu gebruik van maken. Er is echt een run op die ene vorm van communicatie. Ook als je op de banden luistert, dan zie je op de frequenties die zijn afgesproken waar je dit beoefent, zeg maar. Echt een wolk van signalen. Ten opzichte van andere delen van de band waar eigenlijk helemaal niks gebeurt. Dat is heel idioot. Maar het is wel zo. Ja, goed. Wat zijn dan de verschillen met allerlei tussen de verschillende vormen van communicatie? Dan is het inderdaad dat het asynchrone en het synchrone. Je spreekt op basis van de atoomtijd spreek je een tijdstip af dat je begint te zenden. Dus je weet wat het tegenstation aan het zenden is op een bepaald moment. En vice versa. Dus het is een tegengestelde richting. Dus op het moment dat ik ga zenden, dan luistert het tegenstation en vice versa. En daar zijn afspraken over per half rond hoe dat is geregeld. Het grote voordeel daarvan is dat je dus eigenlijk, je weet altijd wanneer je moet gaan ontvangen. Dus je weet wanneer je iets kan verwachten en dat helpt echt wel. Er zit een structuur bij FT8 in die boodschappen, hè? Dus het is gewoon een gestructureerde opzet. Dus je weet ook wat je kan verwachten en gaat dat goed? En hoe dingen, wat je aan informatie kan gaan verkrijgen. Wat staat er, die vastgestelde afhandeling van QSO. Dus die volgorde van, joh, ik heb iets verstuurd, ik krijg een rapport, ik geef dan meteen in mee van hoe je dat tegenstation hebt ontvangen. En je zegt elkaar gedag. Dat zijn eigenlijk drie handelingen die plaatsvinden. Daardoor is het QSO in een hele korte tijd te doen. Dus binnen anderhalve minuut zou je een verbinding kunnen maken. En volledig kunnen bevestigen met elkaar. Dus dat is op zich een mooie manier om in een hele korte tijd toch een leuke verbinding op te kunnen zetten. Waarom dus FT8? Dat multi-hop. Je maakt gebruik van. Het is ontwikkeld ooit dat er veel verstoring in het signaal kan zitten. Dus ook al is het signaal niet zo sterk of is het verstoord, het protocol corrigeert dat en brengt dat weer terug in de oorspronkelijke set van informatie. Zodat je dat weer toch gewoon kan blijven lezen. Het gaat efficiënt om met de frequentie. Je hebt een heel klein stukje band wat je gebruikt met inderdaad wat er staat, bijvoorbeeld tot 50 verbindingen tegelijkertijd. Je zag het net in die andere slide ook, je zag al die kleine stroompjes van informatie. In ieder stroompje is daarbij een QSO wat gaande is op dat moment. En een QSO is een verbinding tussen twee personen.
Ja, je hebt die afhandeling. Ja, het voordeel is dat je een tool gebruikt. Dus als je een loglijst bij wil houden, kan je dat ook automatiseren. Kun je zeggen van, joh, ik heb nu verbinding met die gebouw, poep, klaar. En dat staat in je loglijst en dat kan je dan weer delen met anderen. Om te laten zien wat je hebt gedaan. Maar dat kan ook op een andere manier. Dat is dat is een tool, die staat op internet. Dat is gewoon een open tool. Die heet PK Reporter. En in wat gebeurt er in PK Reporter? De verbindingen die jij maakt met de tool die ik net liet zien, die worden ook automatisch gerapporteerd naar, naar die website toe. En het voordeel daarvan is, als ik een verbinding maak, dat is niet eens zo heel interessant, het is vooral interessant wat ik ontvang. Dus als ik andere stations ontvang, dan rapporteert hij dat via die tool, via internet. En dan krijg je dus te zien, op de kaart geplot, ik ben vergeten die slide toe te voegen, dus ik moet net te bedenken. Dan krijg je op de kaart te zien bij één zo'n pijltje, zo'n druppeltje, dat iemand jou bijvoorbeeld heeft ontvangen. Dus als je bent gaan zenden, dus als ik bij wijze van spreken mijn zender zou aanzetten, ik stuur een bericht uit, dan zie je, ongeacht of diegene met jou in verbinding is of niet, zie je of hij jou heeft ontvangen. Dan weet je dus ook meteen wat je rijkwijde is op dat moment. En dat is op zich wel heel leuk. Dat wisselt ook per dagdeel, dat wisselt per frequentie, dat wisselt per... Ja, wat voor soort antenne je gebruikt. En op zich is dat wel leuk om mee te experimenteren. Omdat je met de ene opzet gewoon heel veel verder komt dan met de andere opzet. Als ik op de korte golf zelf vanuit thuis zend, dan heb ik eigenlijk op alle plekken waar je nu wel zo'n beetje zo'n bolletje ziet staan, met gewoon een draadantenne, dat weet ik wel te bereiken. Dat lukt wel aardig vanaf thuis. Dat is echt heel grappig. Daar hoef je echt niet heel erg je best voor te doen. En met een relatief standaard apparatuur. Kort iets over de amateur satelliet, de Hillsat. De Hillsat is een initiatief van een iemand met wat geld te veel uit een van de oliestaten. Die heeft, er is ook een televisiemaatschappij daar, die heeft bedacht van we willen onze eigen satelliet hebben. Toen is er gezegd van wij willen ook graag een eigen transponder meesturen als zendamateurs. Nou, daar zijn ze mee akkoord gegaan. En wat houdt een transponder in? Dat is een oplossing die wordt doorgaans in een satelliet geplaatst. En die ontvangt een signaal en die zet dat weer door op een andere frequentie. Dus één frequentie in, andere frequentie uit. En als je daar een stuk bandbreedte reserveert en dat op een hele nette manier weet om te zetten, dan kan je heel lineair, zoals dat genoemd wordt. Als je dat en je pakt een wat grotere bandbreedte, kan je ook wat bredere signalen gaan transporteren. Dat betekent dus ook dat je televisie kan gaan versturen. Nou, Paul vraagt wat meer bandbreedte, dat gaat naar 27 MHz toe. Maar met de huidige compressietechnologie ben je in staat om televisiesignaal of gewoon een PAL-signaal of een Full HD-signaal te comprimeren tot een stream van 2 megabit, maar soms nog wel veel kleiner. Je kan je voorstellen dat zendamateurs het leuk vinden om ook naar zo min mogelijke bandbreedte toe te werken. En het is nu zelfs al mogelijk om tot 33 kilo samples, om daar nog beeld in te versturen met een hele lage oplossend vermogen. Je lacht je rot als je het ziet. Het staat te hakkelen en het geluid is belachelijk, maar het feit dat het lukt en dan, ja, het geeft gewoon ontzettend veel mogelijkheden. Omdat je al je vermogen in dat hele kleine setje met data kan stoppen, een stukje bandbreedte kan stoppen. Ik heb daar een kort filmpje over, dat is misschien heel leuk om even te laten zien. Het gaat over met name de totstandkoming in de lancering van dat ding. Dat zijn dus de specs waar iemand dat mee ontvangt. Dat is even wat minder spannend, maar... Moet ik even... Alles draait om testbeelden. En dan lange pauzes. In order to advance space technology development in Qatar, Eutelsat has initiated development of new technology for the Qatar Amateur Radio Society. As part of that initiative, Eutelsat will enable the Radio Amateur Satellite Corporation's first ever geostationary communication capability. That's going to connect users across the globe in real time, and it's expected to usher in a new exciting era for radio amateurs in the 21st century.
Let's take a look at a video from Eutelsat about their satellite. In 2010, the Qatar satellite company, Eutelsat, was established to manage and develop a sustainable national satellite industry, entering into a strategic partnership with Eutelsat to operate a high-capacity satellite for Qatar's broadcasting, telecommunication and internet services. And Space Systems Loral was selected to build the first high-performance satellite, Eutelsat-1. It would take 3 years to build and weigh approximately 6 tons, eventually orbiting 36,000 kilometers above the Earth's surface. Space Systems Loral provided Eutelsat with an intensive 2-year satellite engineering internship program for 4 engineers to become the country's first satellite engineers. In 2012, Ariane Space was selected to launch Eutelsat-1 from the French Guiana spaceport. And Eutelsat-1 entered into service on Qatar National Day 2013, with Eutelsat's 24/7 management center in Doha monitoring TV channels, business and data services. In 2014, Eutelsat selected the Mitsubishi Electric Company to build its second satellite, and in 2015, a state-of-the-art teleport facility began construction in Doha, which is now nearing completion and set to open by the end of 2018. Meanwhile, the Mitsubishi Electric Company completed work on Eutelsat-2. And shipped it to SpaceX, Cape Canaveral, Florida. Now, Eutelsat-2 is ready for launch, and the journey of Eutelsat will continue. Eutelsat, space to deliver your vision. Well, can I configure for flight? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Telemetry nominal. Now we've had successful liftoff of the Falcon 9 vehicle as it carries Eutelsat-2 communication satellite to geostationary transfer orbit. Now we've cleared the towers and we are ascending. The next major milestone as we come up is max Q, that maximum aerodynamic pressure that the vehicle will experience as it goes through the thicker parts of the atmosphere. As we get higher, the density of the atmosphere decreases and there's less and less load on the vehicle. You should hear the call out for that soon. Vehicle has passed through maximum aerodynamic pressure. Volgens mij is het ook de keer geweest dat er nog nooit zoveel mensen hebben meegekeken met de lancering van zo'n satelliet. Max Q, so again, normaal gebeurt dat gewoon. Pressure on the vehicle as we continue to ascend. Er waren heel veel individuele zendamateurs heel erg geïnteresseerd. Now we're coming up on a sequence here where a few events will happen in very short succession. Those events are MECO, stage separation, and then SES-1. Those stand for MECO, main engine cutoff, stage separation, and then SES, which is second engine start number one, the first of the two planned burns today. And those are MECOs when we shut off the 9 Merlin engines of the first stage, and then once we've shut those down, we separate the two stages, and then once the stages are separated, the second stage engine, the Merlin vacuum engine, is exposed to space and it will begin burning. That will happen over the span of about 10 seconds, starting about 20 seconds or so from now. Again, main engine cutoff, stage separation, second engine start. Nou, fijn. Dit is mooi. Zoek maar eens op YouTube daarna. Dan vind je wel meer van dit soort filmpjes. Het is echt wel, leuk om te zien hoe dat verloopt. SpaceX maakt er een sport van om iedere lancering op die manier ook te begeleiden. Dat is echt heel gaaf. Er wordt echt precies verteld wat er gebeurt. Dat is leuk om naar te kijken.
Maar je krijgt dadelijk die separatie van die trappen en dan wordt die satelliet afgegooid. Dat is allemaal mooi om te zien, maar dat kost allemaal zoveel tijd als we dat nu nog gaan doen. Dan kan ik alleen even kijken dat ik hier op de een of andere manier weer uitkom. Juist, zo. Nee, ja, check. Wat ik net zei, het is een transponder. Dus wat gebeurt er bij die transponder? Die zegt van, oké, je hebt dus de mogelijkheid om een uplink te creëren op een bepaalde frequentie die via de downlink dus weer naar beneden komt. Er is een smalband gedeelte en er is een wideband gedeelte. Het smalband gedeelte dat is specifiek bedoeld voor sprake en ook wat van die digitale modus waar we het eerder over hebben gehad, wordt ook toegepast. En het breedband gedeelte, dat is echt bedoeld om met amateurtelevisie wat dingetjes te doen. En dan is de focus vooral gelegd op digitale televisie. Oh, dat was het. Ben ik er weer? Hallo, test? Ja. Even kijken. Misschien wordt hij begon te zingen of zo. Ja, de grap is dat je dus daar vrij gebruik van kan maken. En dat maakt het ook wel heel spannend. Ook allemaal mensen ook wat testjes aan doen met kleine devices, met kleine hoeveelheid data. Om het ook met een hele kleine hoeveelheid data ook al heen en weer te krijgen via de satelliet. Dat ding is tenslotte geostationair. Die staat vast. Je kan hem altijd gebruiken. En dat, een aantal mensen slagen daar ook wel in met echt met een paar milliwatt om over dat ding heen al informatie te kunnen versturen. Dikke pret. Vooral dat het gratis is. Want als je dit commercieel moet organiseren, dat is onbetaalbaar. En nu in dit geval kan je er gewoon als centamateur gratis gebruik van maken. Dat maakt het allemaal wel heel spannend. Even kijken of dit lukt. Ik heb hier een linkje staan naar een site. En daar heb ik... even kijken. Moet ik deze even... Zien jullie die niet, hè? Nee. Ook eventjes. Even kijken of dit goed gaat. Dit is live een stream vanuit... Vanuit de satelliet. Die wordt op een ontvangststation. Nou, klinkt fantastisch. Single sideband is altijd een uitdaging om even snel te laten horen. Ja, je kan je voorstellen, de rijkwijde van dat ding, dus de afdruk zeg maar, van de antennes op de aarde. Dit is heel Europa, dat is heel Afrika, dat is een stuk van het Midden-Oosten, een stuk Brazilië en een stukje Antarctica. En de grap is dat het dus vanaf al die locaties in ieder geval mogelijk is om spraakverbindingen met elkaar te maken. Dat lukt sowieso. En op een iets minder grote vlak ook gewoon beeld. Dat lukt ook gewoon echt. En dat maakt het ook wel weer heel spannend. Je ziet al die stroompjes lopen. En ieder stroompje is eigenlijk de verbinding die nu gemaakt wordt door mensen. Dus er wordt echt volop gebruik van gemaakt. Dat gaat eigenlijk de hele dag en nacht zo door. Wel een hele nieuwe dimensie aan die hobby wat dat betreft. Laat ik nog een andere zien. Die doen we even dicht. En laat ik deze nog zien. Dit is het spectrum momenteel van het breedbandgedeelte. Dat wordt ook live wordt dat doorgezet. dat filmpje wat jullie net hebben gezien. Dat wordt hier eigenlijk 24/7 herhaald in dit deel van de band. Het is 2 MHz, 2 megasample DVB-S2. En dat loopt door. Dat is een beetje ook als baken. En daar richten we ook onze antennes op af. Zeg maar. Dus op het moment dat je die goed kan ontvangen, kan je daarna gaan verfijnen om bijvoorbeeld wat minder goede signalen te gaan ontvangen. Deze heeft gewoon 2 dB minder. Nou, dat kost al wat meer moeite om dat goed binnen te krijgen. Het varieert heel sterk natuurlijk per centamateur wat hij aan spulletjes beschikbaar heeft om een goed signaal neer te zetten. Nou, de spullen die ik bij me heb, kan ik met gemak dit nu neerzetten. En met een beetje moeite ook wel zoiets. Dan moeten we wel mijn antenne goed uitgericht staan. En daar waren we nog even mee bezig. Dat werkt nog niet helemaal mee. Of dat naar de bomen zijn of iets, dat gaan we zo meteen ontdekken. Maar dan hoop ik straks ook gewoon een uplink te kunnen aanzetten hier vandaan met het PA6 Hekkerhotel
testbeeld wat gemaakt is door onze... Even, wat hebben we, ja, door... Ik ben jouw naam kwijt. Sorry, Ad? Nee? Ad, ja. En nou, hier, dan zie je dus live, zie je dus nu een signaaltje omhoog komen. Dat staat dus bij 250 kilo samples. Dus dat betekent dat het eigenlijk een heel small gemodelleerd... small signaaltje is. Maar het leuke is omdat er ook de compressiemethodes die worden toegepast, 8 PSK, soms 16 PSK, krijg je dus dat je er heel veel data toch nog wel in zo'n smal stukje kan persen. En zei het net wat latency, kan je er toch nog wel een behoorlijke videoresolutie uithalen. Ik heb pas daar een plaatje zitten kijken, een tekenfilmpje van iemand, ook op 250 kilo samples. Dat was dat filmpje van met het grote konijn. En nou moet ik wel zeggen dat tekenfilmpjes wel heel makkelijk comprimeren. Maar daar was gewoon goed naar te kijken. Er zat goed geluid bij. Full HD. En dan in zo'n klein, small, nou, dat is gewoon een dikke pret. Het blijft optimaliseren, het blijft spelen. Maar het is gewoon leuk om te doen. Dat is die. Even kijken, wat hebben we nog meer? Wat een poesje. En zo leuk die achtergrond, dat zijn van dieren die lachen. Niet echt lachen, maar het ziet er heel grappig uit. Even kijken hoor. Doe ik het alleen niet goed nu? De bedoeling was dat ik nu verder kon met mijn slides, maar dat zit er niet in, geloof ik. Ja. Waar waren we? Oh ja, nou jullie. Als het goed is. Nou, moe. Ik doe iets verkeerd, denk ik. Ik doe het gewoon zo. Ook goed. Hier gezien. Ja, en wat ik wel even wilde laten zien, wat je dus ontvangt thuis, als je gewoon op een regenachtige zondagmiddag een beetje zit te kijken naar wat er allemaal wordt uitgezonden door allerlei verschillende zendamateurs, dan komt er echt van alles voorbij. Het is een Duitser, die vorige was een Spanjaard. Dit is een gast uit Italië. En dan zitten ze met camera aan, en vaak er ook nog eventjes bij hoe ze het modelleren en wat dan de technische gegevens zijn. Die chatbox die je net zag naast dat spectrum wat ik liet zien, dat is de chatbox waar zij ook live in kijken. Dus je kan ook even zeggen, ik zie jou nu. Vaak zit er ook gewoon audio bij. En wel met een latency van een aantal seconden, dat is wel jammer. Dat maakt het gesprek wel lastig, maar het gaat wel. Ook een Italiaan, nog een Duitser. En iedereen vindt het vooral ook leuk om een beetje wat uit zijn omgeving of zo te laten zien. Ik heb zelf het filmpje van Lubach op zondag. Die hebben zo'n filmpje om Trump te laten zien hoe Nederland, hoe make Nederland great again. Die zend ik nog wel eens uit. Tot groot ongenoegen van de Duitsers, want die worden daar vrij aardig in afgezeken. Dus lijst lachen. maar er zijn ook mensen die hebben het wat minder goed voor elkaar. Die hebben een grote jambol, maar een prachtig mooi signaal. Dit is echt een Full HD plaat met ontzettend veel herkenbare plaatjes. heel veel troep. maar goed, het is... Maar ja, het lukt ze dan wel om het neer te zetten. Maar wacht even. En er zijn ook mensen die het heel erg goed voor elkaar hebben. Dit is het kopstation van het satellietinitiatief. En het zit in Duitsland en daar hebben ze het heel goed voor elkaar. Maar er is ook een Italiaan, die heeft ook een heel hok ingericht met schermen en een werktafel. En echt bizar als je dat ziet. Dat is een hobby beyond gewoon. Er zijn ook mensen die graag een set laten zien. Ik doe zelf ook nog wel eens mee. Fransman met zijn antennes dan weer. Nou, die doet wel meer dan alleen maar deze satelliet, anders had hij deze antennes ook niet staan. Er zijn natuurlijk nog iets van 20 andere satellieten waar je gebruik van kan maken als zendamateur. Dit is de enige geostationaire satelliet. Zeker in de Randstad is het toch wel fijn als je gewoon je antenne één kant op kan zetten en dat je niet telkens hoeft te draaien. Een legio, andere plaatjes en dingetjes. Er komt van alles voorbij zeilen. Mensen laten van alles zien. De ene heeft heel goed begrepen hoe je mooie filmpjes maakt en de ander die heeft een of ander brak tekstje van een Commodore 64 bij wijze van spreken in beeld staan. Wat ook alweer zijn charmes heeft. Nog drie tellen iets over Tetra. Ja, daar heb ik niet zo vreselijk veel wat ik over kan vertellen, omdat we daar nog in aan het onderzoeken zijn. Ik ben het allemaal een beetje aan het leren, kijken hoe het allemaal werkt, waarom. Ik werk bij KPN zoals verteld.
We hebben daar een onderdeel gehad in het verleden. Tetranet, die verzorgde het C2000-netwerk. Dat is inmiddels niet meer het geval. Uit de opleidingsomgeving bleven een aantal Tetranet base stations bleven daarover. En degene die dat zeg maar een beetje in banen leidt, dat is ook een centrumateur. En die had zoiets van, joh, zou het wel leuk vinden als die dingen ook gebruikt worden. Dat ze niet de pers ingaan, maar dat ze op een goede manier ingezet gaan worden. Kost een godsvermogen zo'n set. En het is gewoon ook leuk om mee te spelen. En er zijn natuurlijk gewoon genoeg middelen om gebruik van te maken. En die heeft het initiatief genomen om een paar zendamateurs die ook nog wel eens een keer wat hebben gedaan met landelijke relaisstations. En daar ben ik er ook één van. Die hebben ze die benaderd. En vind je het leuk om met zo'n set aan de slag te gaan? Dus de groep die voor IJsselstein, heb je natuurlijk die straaltoren staan. Daar zitten ook een aantal zendamateurs die daar fanatiek gebruik van maken. Die hebben er een gekregen. In Arnhem zit een club die zich druk maakt voor amateur relais. Ja, wij hebben in Den Haag hebben wij natuurlijk het een en ander staan. Vanuit dat perspectief bedacht van, goh, laten we dat allemaal mee aan de slag gaan. Dus ik heb zo'n kast heb ik naar huis gehaald en we hebben een nieuwe image erop gezet en ingericht. Een aantal van die portofoons geregeld en de juiste kooplus. Ja, dat werkt eigenlijk. En waar werkte? Die had natuurlijk niet in die band die daarvoor vrijgegeven is. Dat zit net iets onder de 420 MHz. Maar het grappige is, omdat het net iets onder 420 MHz zit, kan je maar ook makkelijk naar boven werken. Dan moet je een paar trucjes vooruit halen. Waaronder het aanpassen van het filter wat erin zit. Het is natuurlijk full duplex zo'n ding. Nou, dat is voor mij dan niet zo'n groot probleem, daar ben ik dan wel handig in. En softwarematig moet je ook wat aanpassingen doen, zodat hij ook daadwerkelijk gaat zenden en ontvangen binnen de amateurband. Nou, dat is ook gelukt. Proberen we met elkaar nog wat standaarden af te spreken. Het idee is om naar een landelijk dekkend netwerk toe te werken met Tetra-oplossing. Ik heb Tetranet in mijn hoofd, wat van voorheen die organisatie was van ons. Een Tetra-netwerk eigenlijk. En de eerste BT, je moet een toestemming vragen aan Agentschap Telecom om het ook te mogen doen. Die is verstrekt ook aan de club die in Nieuwegein wat dingen doet, op die straaltoren daar. Dus naast de DMR en alle andere vormen van digitale technologie die gebruikt wordt om voor centamateurs, is nu ook een Tetra-licentie verstrekt. Daar kunnen we mee aan de slag. Bij hun dan. En dat gaan we dan in Den Haag ook doen, in Arnhem ook. Ja. Vind je het leuk? Vind je het interessant? Ik ben hier het hele weekend nog. Arjen is hier ook het hele weekend. We kunnen jullie daarover bijpraten als je dat interessant vindt. Kom gerust even langs in de hackerspace. En de bedoeling is dat we straks ook dat tv aan hebben staan. En dat we het testbeeld wat Atalik heeft gemaakt ook daadwerkelijk aan kunnen gaan zetten. Het is wel leuk, het is een mooi testbeeld met een knipoog erin naar... De makers van demo's van vroeger. Ik vond een mooi demo-muziekje wat erin zit. Wel herkenbaar. Tot zover. Vragen? Ah, je krijgt een bal. Ik bedoel een blok. Voor je kop. Oh, test? Ja. Ik had nog wel een vraag over. Doe het niet hoor. Hard gegooid. Dit is stuk gemaakt, André. Nou. Maar herhaal ik je vraag al? Ik herhaal je vraag al, kom maar. Over dat radio gebeuren, is het eigenlijk meer de sport om een verbinding te leggen? Of is het de sport, zeg maar, om het spel schakelkunde spelen? Of wat voor andere type dingen? Ja. Nou, goeie vraag. Andere vraag van, in hoeverre is het de sport om echte verbinding op te zetten, het contact, menselijk contact met anderen te hebben, en of een spel te kunnen spelen of iets in die strekking? Ja, dat kan. Maar ik persoonlijk vind het vooral heel erg leuk om de techniek, om het te bouwen, het werken te maken, en daarna de verbindingen, ja, is ook leuk, maar minder leuk dan de techniek zelf, zeg maar. En het geeft mij een kick dat ik vanaf een thuislocatie met een aanzienlijke kwaliteit bepaalde dingen kan versturen en ontvangen en ja, eigenlijk een beetje zendertje kan spelen met zelfgemaakte spullen of zelf bij elkaar gebrachte spullen is het tegenwoordig vaak, want niet alles is meer om te bouwen tegenwoordig. Dat, ja. Jo. Ik weet niet of de bal het alweer doet. Ja. Yes, yes. Test. Ja. Test. Ja. Ja, je bent met zoveel en ik neem aan dat die bandbreedte ook beperkt is. Dus hoe zorg je ervoor dat niet iemand continu dichtdrukt? Goeie vraag.
Voor het stukje korte golf, daar zijn niet echt afspraken. Dat gaat ook een beetje vanzelf. En daar is ook wel voldoende ruimte. De afspraak is sowieso dat je niet met elkaar, dat je niet gaat zenden op frequenties waar iemand anders op dat moment aan het zenden is. Dat spreekt ook redelijk voor zich. Het is gewoon een beetje een gentleman's agreement. Op die satelliet zijn ze iets duidelijker. Dan is gezegd van oké, het is leuk als je een uitzending doet. Maar hou het even tot 10 minuten, max. Dan is de volgende aan de beurt. Want je gebruikt best wel, naarmate je meer vermogen kan je meer bandbreedte gebruiken. Je zag dat eerste blok. Nou, als je nog zo'n tweede blok erbij zet, hou je er maar een heel klein stukje over voor andere signalen. Net zoals stel dat je dadelijk gaat uitzenden, dan kun je dus niet continu. Nou, het valt voor me aan te passen. Mensen vinden het ook wel leuk om dingen te zien. Dus als we dingen laten zien, dan vaak is dat niet zo'n probleem. Maar de afspraak is er in principe wel. Als ik alleen maar een testbeeld aanzet, dan, dan krijg ik op een gegeven moment wel opmerken van joh, next. Dank je. Dus. Yo, hoi. Ja, ik heb één hele korte vraag. Heb je ook de oude encryptiesleutels uit de Tetra-set gehaald, ja, voordat je hem overschreven hebt? Ja, helemaal leeg. Ja. Oké. Okay. Jammer, hè? En, heel jammer, inderdaad. Maar hoe ga je daarmee om nu? Want je wilt dat Tetra netwerk live gaan brengen, ja. Maar je mag in Nederland als centamateur geen encryptie toepassen op verbindingen. Het is niet encrypt. Oké. Okay. Dus je kan het wel beluisteren. Het is zekere mate encrypt. Gisteren hebben we met een SDR-ontvangertje gewoon naar onszelf zitten luisteren. Ja, dat gaat gewoon. En, misschien dat jij dat dan wel kan laten zien. Ja, dan komt meteen dat er ook een demonstratie is van hoe je met SDR inderdaad Tetra kan ontvangen. Want dat is gewoon in principe redelijk uitgekoud. Er zijn gewoon wat plugins beschikbaar voor software die gewoon te krijgen is. En ja, daar moet gewoon denk ik nog een stukje ecosysteem in groeien. Want ja, dit is techniek die nu alleen nog commercieel gebruikt is. En dat heeft even tijd nodig voordat het natuurlijk in de zendamateurwereld helemaal onder de knie is. Zo werkt het natuurlijk met alle techniek, dat stroomt of dat vloeit door, totdat natuurlijk Tetra ook ondertussen voldoende begrepen is om gewoon, dat er meer software voorkomt of andere implementaties. Het is nu natuurlijk allemaal 100% commercieel. Er zijn natuurlijk volgens mij nog geen open implementaties. Er zijn wel pogingen gedaan ook om codec terug te draaien, maar dat is allemaal nog lastig. En daar geef je denk ik ook... Nee, maar dat is dus wel lastig. Daar geef je aan van, op een gegeven moment kies je niet meer voor mezelf te bouwen en gebruik je een kant-en-klare implementatie. En daar komt dan ook een beetje de vraag van, ben je nog zelf aan het bouwen of ben je dingen aan het samenstellen? Maar nee, de truc is natuurlijk wel bekend worden met techniek, ongeacht of je het zelf hebt gebouwd of niet. Het is in ieder geval leuk om aan elkaar te knopen. Nou ja, weet je, kijk, je hebt natuurlijk ook de commerciële oplossingen van ICOM en JESU, die gewoon complete repeaters leveren, digitaal. Het is ook bijna niet meer zelf te doen. Het kan wel, maar het vergt gewoon veel meer kennis. En het is ook leuk om er mee bezig te kunnen zijn en zelf om mee te experimenteren. En het instapniveau is natuurlijk vele malen lager als iets al functioneert. Hetgene wat je wel moet doen, is je moet het wel configureren. En laten we wel wezen, neem wat Tetranet toen destijds gebouwd heeft voor het C2000-netwerk. Daar is al een enorm backend bij. Die ken ik toevallig omdat ik daar zelf een uitwijkoplossing ooit voor gebouwd. Dat is echt wel complex. En dat hebben we nu niet. Het is nu sec alleen maar een base station wat niet geencrypt is, waar geen handling plaatsvindt. En waar aan de achterkant wel mogelijk is om die dingen bijvoorbeeld via één van de subkanalen aan elkaar te koppelen. En dan krijg je een beetje zo'n landelijk netwerk idee als PI2NOS. Dat is een initiatief van een aantal centrumateurs om een landelijk netwerk via het analoge spectrum, via de analoge kant te realiseren. Wat ook overigens goed werkte, maar een beetje te onderrugs gegaan naar zijn eigen successen. Ja. andere vragen nog? Nee? Nou, dan dank ik jullie. Oh, ja. Over die satelliet nog. Je gaf aan inderdaad, hij is vrij te gebruiken. Ja. Er zijn wat regels. Ja. Maar ik zit bijvoorbeeld met, wie is nou eigenlijk de eigenaar? Want er is een Duitse partij, die heeft een stukje hardware gebouwd. Ja. Maar hij is in principe in beheer van een Saudi-Arabische... Hij is in beheer bij Amsat-DL. Uh-huh. De Amsat staat voor amateursatelliet, dat zou je niet verbazen. DL staat voor Duitsland. En hij is gewoon, het eigendom is gewoon, dat is gewoon van heel SATA. Dat is gewoon een satelliet die is gewoon van die televisiemaatschappij. Maar vanuit het Midden-Oosten kan gekozen worden dat die transponder geen stroom meer krijgt, toch? Nee, dan gaat hij uit. Ja, oké. Okay, dus er is nog wel een stukje controle vanuit hun... Nee, dat ding kan gewoon uit. Nou, ze hebben hem ook wel eens gereset en je ziet er ook wel dingen mee gebeuren af en toe. Dus maar jij hebt er geen SLA op of zo, hè? Dus zijn maar zendamateurs. Het grootste spectrum wat je je kan voorstellen beschikbaar als centrumateur, maar goed, desalniettemin. Nou, nog een hele korte vraag, meer algemeen op centrumateurs gericht.
Maar we zijn hier op een hackersconferentie. Ja. Wat vind jij ervan dat je in Nederland geen encryptie mag toepassen als centamateur? Wat ik daarvan vind? Ja. Nou, daar heb ik eigenlijk geen mening over. Nee, ik heb nooit over nagedacht. Ik vind het wel best, eigenlijk. Dat maakt me niet zoveel uit. Waarom zou ik willen encrypten? Het is natuurlijk een, het is een iets wat... ik heb niet zoveel te verbergen in dat hobbydeel, zeg maar. Het is niet dat ik mijn privégegevens eroverheen verstuur. Anders dan mijn callsign en mijn naam. En je bespreekt technische dingen met elkaar. En het is bedoeld om mijn hobby te beoefenen en dat zo liefst zo breed mogelijk te doen. Dus ik denk dat als je gaat encrypten, dat je dan dat wel heel erg gaat beperken. We hebben wel eens een beetje zitten spelen met wat encryptie over en weer. En dan komt er ook alweer vrij snel commentaar op. Dat is op zich logisch, denk ik ook. Ja. Het is wel jammer dat het niet kan en dat je het niet mag doen, omdat het wel leuk is om ermee bezig te zijn en mee te experimenteren. Maar goed, ik denk dat daar ook wel weer mouw aan te passen valt. Als je agentschap telecom vraagt of je dat mag doen op bepaalde momenten, op bepaalde frequenties, dan zal het ook geen probleem zijn, denk ik. Daar zijn ze niet zo moeilijk in. Oké. Dank jullie wel.